ja, soms ook bij het trainen. Alles met liefde enzovoort. Ons voert een heel mooi optreden waarschijnlijk. Tenminste, dat hopen wij. Kijk, en wat wordt het optreden? Nou, het optreden wordt Voicebox. En dat wordt gewoon volgens mij... Out of the Voicebox. Okay. Dat wordt volgens mij prima. Ik heb er nooit van gehoord eigenlijk. Nee, ik kom voor het eerst, dus ik ben echt zo razend benieuwd wat me gaat overkomen. We zijn nu bij verhuisbedrijf Pot. Ja. En dat is een geweldige locatie. Heel ruim, heel groot, met een mooie galm, maar wel moeilijk om te zingen. Pot die was zeer blij met onze komst. Die stond er zeer open voor, voordat we hier een concert, de voorstelling geven. Ik ben aan het improviseren. Jij doet mee aan de voorstelling ook? Ja, dus okay. dan speel ik dit en dan ook nog het wiegeliedje van Brands. Oh, leuk. En hoe kom je zo bij Voicebox terecht? Ik was aan het spelen op de Markt van Koningsdag. En toen kwam Florian naar me toe en die zei van, oh, misschien is dat wel leuk. Dit is de tweede keer dat ik accordeon speel bij Voicebox. Okay, leuk. En hoe kom je hier zo terecht? Mijn vader zingt hier. Logistiek is eigenlijk heel goed nadenken over allerlei oplossingen. En daar zijn we dus de hele dag out of the box aan het denken. En zo heet toevallig ook de show van Voicebox. Ik help dus eigenlijk met het instuderen van de liedjes. En meestal ben ik het met het concert ook bij. En ja, we werken eigenlijk dan altijd samen. Dus dan neemt Florian een deel van het koor en ik neem een deel van het koor. En dan studeren we de stukken in. Dan gaat het net wat sneller vaak en dan is het gewoon wat efficiënter werken. En dan voegen we het daarna samen. En dan klinkt het vaak heel tof al. Als het enigszins zo loopt als net vanmiddag, verwacht ik heel veel spektakel. Er werd heel goed gezongen, goed geacteerd en gewoon het publiek was uitstekend mee aan het doen. Dus het kan haast niet beter, maar ze moeten het wel even laten zien dat het misschien toch nog kan. Juist een 9,5 en we gaan nu voor de 10 min. Oké, voor de 10 min, dus ja, niet voor ja. De 12. Nee, ja, voor de 11 eigenlijk, hè? Net als die 11 dozen. Oké. Ja, ja. Kijk, een toos op de poepdoos. Ja.
En een muziekje erbij natuurlijk, hè? Ik ben wel benieuwd. Schatje, jij hebt weer een lekker stuk op je tanden. Ja. Oh, stekker. Wilt u grabbelen in mijn doos? Natuurlijk grabbelen wij in een doos, maar hoe komen jullie hier met een doos om te grabbelen? Nou, omdat wij heel graag uitdelen en vooral vanuit mijn doos. Nee, wij willen gewoon een schnabbel winnen. We willen gewoon een schnabbeltje. Ja, ook. Heel goed. Nog een keer. Weet je, nog een keer knuffelen. Ik ga vanavond zien en dan gaan we het zien. Ik wens u veel plezier. Nou, dankjewel. Wat verwachten jullie ervan? Nou, in ieder geval een spettend feest natuurlijk, omdat het 30 jaar bestaat. Fantastisch koor. Oké, dankjewel. Ja, ik hoop dat jullie nog minimaal 30, maar nog veel langer eigenlijk meegaan. Iedereen werkt, hamers en sikkels. Bij de parade past er wat God gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat? Als er muren omheen staan, als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt, voor gek wordt verklaard. En in de vogels vliegen van oost naar west, Berlijn worden niet teruggevlogen, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn. Wat verwacht je ervan vanavond? Dat het weer iets meligs wordt, weer iets leuks waarvan je denkt, goh, dat had ik niet willen missen, zoiets. Vooral melig, daar gaat het om. Nou ja, melig, maar onverwacht en gezellig, grappig. En wat is het populairste drankje vandaag? Oei, moeilijk. Ik denk misschien wel een sinaasappelsap. We hebben een aantal nummers geselecteerd. Heel modern, op de Spotify gezet. En uitgetypt allemaal. Heel modern ook. En dan kunnen mensen meezingen als ze dat zouden willen. Komt wel vaker, niet ieder jaar. Dat lukt niet echt. Maar nu dacht ik, ja, jubileum moet er toch wel weer even komen. Vento via, sogna, 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 sogna.
wat is dan jouw favoriete moment bij Voicebox geweest? Ja, er waren er zoveel. We hebben zoveel leuke uitvoeringen gehad. En ik kan er moeilijk eentje uitkiezen die nou bovenop ligt. En zing nu! Zing uit de volle borst. En heb lief. Zonder angst in je hart. En voel. Voel dat je nog steeds een keuze hebt. Als we elkaar verlichten, kunnen we de duisternis verjagen. Ja, goed. Ik had bijna geen stem meer bij Alebrieder. Oh, hoe komt het zo? Nou ja, het publiek die deed zo enthousiast mee dat we alleen maar harder gingen zingen. Ja, mooi. Wat was het mooiste volgens u? Het liedje met de lampjes vond ik erg mooi. Ik vind het een verrassend optreden. Oké, en dat allemaal zo tussen de containers, hè? Zo tussen de containers, ja. En alle verhuisdozen met een plof naar beneden, hè? Ja.
Oh, daar moeten we wat aan doen, toch? Nou, gelukkig zat er geen break meer in, heb ik gezien. Maar, Je zit enorm te genieten. Ja, ja. Prachtig. Als vanouds. Ja. Maar het begon al daar, met music. Vond ik echt geweldig. Het was lichtvoetig. Oké, okay. was er een favoriet nummer bij jullie? Ik vond de laatste wel leuk, voor de pauze. Ah, Alle Brieden. Ja, precies. Ja. Wat vond u ervan? Nou, ik vond het een hele eer dat ik ook nog mee mocht zingen. Dat had ik helemaal niet. Oh, kijk, ja, dat was niet zomaar. Dat was omdat u dan naar de open repetitie kon komen natuurlijk. Oh. Ik vind het prachtig. Ja, het enthousiasme straalt er een half kanten vanaf. Wel goed hoor. Oké. Okay. Pas de mensen die van trapjes afkukkelen en opstapjes goed nemen en dan gaat het helemaal goed. Oh, ik begrijp, jij hier staat om ze dan op te vangen. Precies. Drie klemt wem jok voor, jo har bora lotit du sova, kanske hade jo indet vol. Bora viljan att finnas kvar, jo. Heel erg genoten van de voorstelling en ik heb teruggekregen dat ook het publiek heel erg heeft genoten. En nou ja, dan geniet ik zeg maar alsnog nog meer. Alles uit het hoofd gezongen hebben. Kijk, daar hebben ze hard op moeten studeren, denk ik. Daar hebben je hard op moeten studeren. Ik vond het echt heel erg mooi. Dit is een verhuisbedrijf. En we doen af en toe van die bijzondere acties. Zoals vandaag een orkest laten zingen. Ik vond dat allerlaatste echt, dat het hele koor wat zo komt. Ik vond die Precento, hoe heet het ook weer? Precio, Precio. Ja, ik heb Rieneke destijds ingestudeerd. Ook heel mooi. Het zit erop. Maar het was een geweldige voorstelling. Niet alleen vanavond, maar ook vanmiddag. Het was echt super. Gabrielle Song natuurlijk, hè. Ah. Dat heeft ook een emotionele waarde. Het was echt, dat raakte me echt. Dat was heel mooi, met zoveel mensen. Het zag er heel mooi uit, vond ik. Iedereen zag er heel mooi uit. Het rood en het zwart en het wit. En ook wel een beetje mijn stijl van niet te veel, niet te overdreven, maar nou, gewoon gedoseerd en zo. Leuke, grappige acts erin met Bach en die zwangere vrouwen en of die dozen dan. Hartstikke leuk.
Super, ja, super. Ik denk dat het prima gegaan is. Je glimt in ieder geval. Natuurlijk, het is lekker druk geweest. Nou, en dan kan het dan niet meer fout, hè? Ik word er echt altijd weer blij daarvan. Ook al krijg je altijd dit verhaal van twee voorstellingen op één dag. Dus eerste voorstelling echt in zijn puntjes. Tweede voorstelling een beetje meer weggezakt, maar speelt ze. Dus ja, ik kan er niets anders van maken. Het blijft toch redelijk voorspelbaar iets. Maar ik ben deze keer bijzonder positief verrast, omdat de generale echt behoorlijk nog rammelde. En technisch van alles een probleem nog was. En dat is eigenlijk allemaal nu goed gekomen. We hebben er wel een hoop werk aan, laat ik het zo zeggen. Dat geeft niks, want we doen het graag. En ik zal het zachtjes zeggen, de fooien. Nee, dat gaat goed. Fooien. Wij kijk, doen het niet voor onszelf, hè? Oh. We doen het voor. Goed hoor, maar dan krijgen ze ook een hartje. Voor alle mensen die leven in een doos of uit een doos. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, voicebox. Deze dames komen allemaal naar de open repetitie, want dat klinkt goed. Dankjewel.